Sporten en bewegen is van onschatbare waarde voor Nederland. We zijn vandaag bij elkaar met veel partners van NOC-NSF. Vanuit de zorg, vanuit welzijn en vanuit de sportsector zelf. Om met elkaar twee manifesten te ondertekenen. Eén over inclusie en participatie. Iedereen moet elke dag kunnen sporten. En de ander over vitaliteit en een gezonde leefstijl. Het mooie is natuurlijk dat als we ze beide bij elkaar voegen, dat we dan gaan voor een gezond, energiek en vitaal Nederland. Sport houdt mensen gezond. En die preventieve kracht kunnen we nog veel beter benutten. Wat ons betreft is het heel belangrijk om zorg en sport en bewegen veel beter te verbinden. Zodat we eigenlijk de kwaliteit van leven en de vitaliteit van alle mensen kunnen verbeteren. Door meer in te zetten op sport en bewegen hebben we eigenlijk minder behoefte aan zorg en hulpverlening. En daardoor kunnen we door de leefstijl te verbeteren de zorgkosten in Nederland verlagen. Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk. Voor jou, voor mij, voor iedereen. Maar zeker ook voor ouderen, voor kwetsbare mensen, voor mensen met een beperking. En we moeten dus nu als samenleving juist investeren in die groepen. Om ervoor te zorgen dat ze mee kunnen doen. Dat we drempels soms letterlijk en soms figuurlijk wegnemen. Dat geld voor de mensen geen barrière is om te kunnen participeren in de samenleving en te kunnen bewegen en daarmee gezond te blijven. Van jongs af aan sport ik al, maar toen ik 6 was, toen was sport ineens niet meer zo vanzelfsprekend omdat ik een handicap heb. Daardoor voelde ik me in eerste instantie niet zo betrokken bij sport, maar door de verenigingen die ik heb leren kennen en waar ik onderdeel van ben geweest, heb ik juist ervaren dat ik gewoon heel goed mee kan doen met sport. En dat is voor mij heel erg waardevol, want als ik heel de dag stil zou zitten, dan ja, verstijf ik helemaal en dan zou ik over een paar jaar helemaal niks meer kunnen. Dus ik ben me wel echt van bewust dat ja, veel bewegen gewoon heel goed voor mij is. Investeren in sport, zorg en welzijn maakt dat we eigenlijk meer mensen in Nederland aan het sporten en bewegen krijgen. Dan zullen we zien dat mensen gezonder worden, vitaler worden. En zeker als we het allemaal doen is het ook inclusief. Hè? Iedereen moet kunnen sporten. En dan krijgen we uiteindelijk ook dat de zorgkosten verminderen. Dat we minder schooluitval hebben. En dat maakt dat we een gezonder, energieker en vitaler Nederland krijgen.